Ik zal een voorbeeld geven. Mijn dochter komt laatst hier naar mij toe en zegt, papa, zes, hè? Mijn dochter moet er even bij, zes. Papa, ik zeg, ja, lieverd, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft ze mij tot op het merg geraakt. Wij wonen namelijk riant, dames en heren. En als de van het hekjes iets niet nodig hebben, dan is het een stapelbed. Maar dan is het opeens mode of zo. Dan is het op Kindernet geweest van Mattel. Hè? En dan blijkt de hele kast een stapelbed. Heb ik gezegd, jij krijgt geen stapelbed. Maar Berend Jan heeft ook een stapelbed. En Roos heeft een stapelbed. En jij krijgt geen stapelbed. En Olivia heeft een stapelbed. Jij krijgt geen stapelbed. Dan zal ik mijn maatregelen moeten nemen. Oké, jij krijgt een stapelbed. Kom mijn zoontje binnen. Vier. Papa, ja, ik wil ook een stapelbed. Ik zeg, je kan met je zusje in het stapelbed. Ik ga niet bij die teef in het stapelbed. Oké, jij ook een stapelbed. Dus ik ga naar een vriend van mij toe. Ik zeg tegen die vriend van mij, hoe kom ik aan een stapelbed? Zeg die vriend van mij, dan moet je even naar IKEA, daar hebben ze alles. Nou, ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30, is dat dom? Nou, laat ik zeggen, ze hebben dan de lantaarnpalen magnetisch gemaakt, zodat je daar je auto in kan hangen. Daar komt er alweer op neer. U kent IKEA een beetje? Dezelfde prolete toontje als Veronica. Alles is jij. Jij komt binnen, jij mag iets kiezen, jij mag iets ruilen, jij krijgt een tweede kopje gratis en jij mag afrekenen. En dat is het ongeveer. Hè? En dan wil je bijvoorbeeld een bankje en denk je, nou, die bank wil ik wel hebben. En dan wil je die bank meenemen, maar dat mag jij niet. Dan moet je even op expeditie, zo noemt de IKEA dat dan. Dan krijg je een mijnwerkersland mee en een pikhouwveel. En dan moet je met een aantal andere gezinnen voor een aantal weken in de splonken van de IKEA zoeken naar de bank. En dan na een paar dagen kom je iemand tegen van het personeel. Zegt, wat zoek jij? Zeg, nou, jij zoekt een bank. Welke bank zoek jij? En dan komt dat boekje erbij. Oh, jij zoekt de Björn. Ja, de Björn is uitverkocht, maar we hebben voor jou wel de Benny. Of je godverdomme bij een homo-escort bent. Laat. Nou. Om een lang verhaal kort te maken, ik wil het even vertellen over het stapelbed. Het stapelbed, ja? Dat ligt natuurlijk gevoelig bij ons, dat begrijpt u, hè? Bij ons in die grachtengordel is het nogal van de roddel en van de kletsklets. Ik zeg tegen mijn vrouw, hè, als de buurt ziet dat wij, de van het hekjes, die hier nog niet zo lang wonen, nu al een IKEA stapelbed naar binnen sneaken, dan gaat al gauw het gerucht door de stad dat het financieel niet echt lekker gaat met de van het hekjes. Die zullen er binnenkort wel uitgerookt worden door de ABN AMRO. Dat is onze huissponsor, hè? Nou, dus ik zeg tegen mijn vrouw, weet je wat we doen? We wachten gewoon even tot het hartstikke pikken donker is. Ik leg het stapelbed op de Imperial. Ik kom de gordel binnenrijden. Jij zorgt dat de deur open staat. En we sneaken even het stapelbed binnen. Mijn vrouw zegt, dat is een deal, joepie. Ik zeg, yes. Zo gezegd. Zo gezegd, zo gedaan. Ik leg het stapelbed op de Imperial, gaat lekker, lekker, lekker. Ik start de auto, ik kom de gordel binnenrijden. Het is hartstikke pikken, pikken donker. Ik rijd de auto tegen de brug op, gaat hartstikke goed. Ik doe de motor af, ik doe de lichten uit, ik laat de auto naar beneden glijden. Stuurslot, godverdomme. En ik rijg hem zo aan die 9 andere Volvo, zeg niet al lang. Ik denk, kalm blijven, joepie, kalm blijven, kalm blijven, kalm blijven. Dus ik start de auto opnieuw, gaat lekker, lekker, lekker. Ik kom bij mij voor de deur. De deur staat al open. Ik pak het stapelbed van de Imperial. Ik wil het net naar binnen brengen, hoor ik achter me. Zo, dat is een mooi stapelbed. Blazen op, Frans. Zo, de mieterop. En nu komt het allerergste, dames en heren. Het in elkaar zetten van een IKEA stapelbed. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders zat u niet. Ik zal proberen uit te leggen hoe het ongeveer gaat. Je krijgt van IKEA een heel groot kartonnen pak, maar echt een heel groot kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes, maar echt heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u denkt van, goh, dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes, ja, verdubbel dat aantal en je hebt een IKEA stapelbed, ja. En die heel veel plankjes zet je tegen de muur van de kinderkamer. En daar heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan heb je voor de rest nog een hele grote gebruiksaanwijzing. Een hele lange, die leg je zo over de grond. En dan krijg je ook nog zo'n zak met schroefjes. Maar, daar moet ik even iets bij vertellen. Dat zijn hele vreemde schroefjes. Dat zijn schroefjes die je van je langs als leven nog nooit gezien hebt. Zogenaamde Zweedse schroefjes. En Zweedse schroefjes, die gaan niet met een schroevendraaier. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Die gaan met een sleuteltje. Een IKEA-stapelbed zet je in elkaar met een sleuteltje. Dus als u morgen iemand in de tram of in de bus ziet zitten en die doet, dan moet u niet denken, die is niet helemaal goed, maar die heeft gewoon vanavond een IKEA-stapelbed in elkaar gezet. En als hij zo zit, dan ging het niet zo makkelijk. Nou.
Je kijkt op het eerste plaatje en daar staat... Jij pakt dat en dat plankje. Ja. Nou, deze lijkt het meest. En dan ga je beginnen. En in het begin gaat het lekker, lekker, lekker. Prima, prima, prima. Jij hebt eigenlijk nog nooit zo snel een stapelbed in elkaar gezet. Maar dan ben je voor drie kwart klaar en dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes, uitsluitend de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Maar dat geeft niks. Dat is je eigen dommigheid. Dat is helemaal niet erg. Jij wou een gezin, zij wilde een stapelbed. En bij je broer thuis schijnt het veel erger te zijn. Geeft helemaal niks. Opnieuw beginnen. Je schroeft de stapels uit elkaar, je zet de plankjes tegen de muur en je gaat opnieuw beginnen. Het gaat eigenlijk veel lekkerder dan de vorige keer. En heel, heel gauw ben je bij plaatje 5. En daar staat opeens, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Er is geen, je moet ook niet zeggen, het is er wel, het is er gewoon niet. En dat 4 keer duidelijk, want dit is min 1,5, dit is min 2,5. En die bril is godverdomme 3 keer duurder dan het hele teringstapelbed. Zit niet te lachen, krijg godverdomme. Er is geen... Nee, kijk uit, zeg. Hè. Ik zeg, er is er één. Je staat godverdomme voor lul voor heel Nederland nu. Hè. Ik zeg, er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje waarbij je dacht... Goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Maar dat is alweer een tijdje geleden, hoor, dames en heren. Dus je schroeft het weer helemaal uit elkaar, je begint opnieuw, het gaat allemaal lekker, lekker, lekker. En eigenlijk heb je het nu heel snel klaar. Alleen nog even de lattenbodem, de lattenbodem. Ach, en die is zo simpel. In de volder. Maar niet in de kinderkamer. Je krijgt een plank met een gleuf, daar moeten 18 latjes tussen en dan moet die andere er tegenaan. Die eerste 17, geen punt. Die laatste, fluitje van een zand. Maar tegelijk, dat gaat niet zo makkelijk. Namelijk als je de laatste erin zet, zeggen de eerste 17... Maar na 4 uur heb je ook de lattenbodem en je denkt, yes! En ik dan, oh nee, het is een stapelbed. Er is nog een lattenbodem! In de folder staat heel duidelijk, je hebt geen hamer en geen spijkers nodig. Maar na 1 uur of 9 ben je niet meer zo kritisch, zang maar daar. Daarbij dat stuk komt toch tegen de muur te staan en kniezer die erop let. S'nachts om 1:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Graag gedaan. Leuk geworden, hè? Stapelbedje. Lekker klusje. Even lekker met je handen werken. Even niks aan je hoofd. En dan zegt zij... Ik wil mij nergens... Dat dan ook niet! Takketee, spinazie, kut, stoephoer, godver, gloeiende, godverdomme. En gelukkig heb je nog 3 plankjes over. Dus de basis voor het kistje is gelegd, zakken.